Echte mindfulness is blijkbaar pas mogelijk als je mind er niet meer is. Terwijl in het dagelijks leven de meditatiecursussen, de yoga-uurtjes en de mindfulness-apps je om de oren vliegen, beschrijft Rob van Essen in De Goede Zoon, zijn dementerende moeder die door haar ziekte al haar angsten voor het onbekende is verloren als de ultieme vorm van het vrijmaken van je geest. Ik dim de lichten van mijn kamer en ga een halve lotus op het meditatiekussen zitten. Met mijn achterste druk ik mijn in het kussen opgesloten adem samen. De Goede Zoon won dit jaar de Libris Literatuurprijs. En het is een boek dat lastig te beschrijven is. De ik-persoon, een man van 60 die scenario schrijft voor een soapserie en furoren maakt met plotloze thrillers, krijgt bezoek van een oud collega, Lennox. En samen gaan ze op een roadtrip naar Bonzo. Ook wel de meester genoemd. Bonzo is zijn geheugen kwijt en het duo moet daar iets aan gaan doen. Want de ik-persoon heeft hem ooit een deel van zijn verleden gegeven. En dit is wellicht een punt waar lezers op kunnen afhaken. Want het is nogal een vaag plot. Haast zo'n plotloze thriller als de ik-persoon schrijft. Maar het gaat dus ook over de herinneringen aan zijn moeder. Over ruzie maken bij de Albert Heijn. Over boeddhisme. Over het geluid van stoelen en invalide karretjes. Over seks. Over de diamanten schedel van Damien Hirst. En over de toekomst. Want in de nabije toekomst van deze roman is het basisinkomen ingevoerd, zijn er zelfrijdende auto's en robots die het leven makkelijker moeten maken. Describe in single words only the good things that come into your mind. About your mother? My mother? Yeah. Let me tell you about my mother. Maar de robots, de clones in de film Blade Runner, geen emotie kennen, laat staan ironie. Dan laten de robots in De Goede Zoon juist een sterk staaltje ironie zien dat haast beangstigend werkt. Het boek doet alles wat literatuur moet doen. Het intrigeert, het amuseert en het zet aan tot nadenken over onszelf en de wereld om ons heen. Die in deze roman in een scherp en verrassend licht komen te staan. En dat alles gebeurt op een oorspronkelijke manier en in een ongewone vorm. In essentie werd het boek een krankzinnig boek genoemd en dat is het wellicht ook wel. Maar tegelijkertijd heeft het binnen de wereld die gecreëerd wordt een enorme logica en valt het op hoe vaak bepaalde elementen terugkomen. Een boek waarbij je in het begin geen idee hebt waar het heen gaat, maar dat je uiteindelijk beloont met masturbatie voor thuis, hilarische mannetjes in een archief, een flat vol studentes als schaakbord, een musical, een liefdevol afscheid van de stervende moeder, kritiek op het basisinkomen, gevroed in elkaars geheugen en een auto die ontmaagd wordt door de verteller. Bij Van Essen kan dit allemaal in één boek, waarbij dus elke beschrijving tekort komt. De Russische literatuurwetenschapper Vladimir Prop onderzocht aan het begin van de 20e eeuw vele Russische sprookjes en deduceerde daaruit het geraamte van het toversprookje. Ik heb daar al eens een video over gemaakt, mocht je daar geïnteresseerd in zijn. De roman Foon van Marente de Moor, die vorig jaar verscheen, kun je zien als een duister Russisch sprookje met beren, heksen en mysterieuze geluiden. Maar Prop had denk ik maar weinig gekund met dit verhaal. Zo begint het verhaal in het heden waarin verteller Nadja samenleeft met haar oude aftakelende man Lev in een Russisch bos ver weg van de bewoonde wereld. En ze horen daar mysterieuze oerklanken die ze grote geluiden noemen. De lucht is betrokken, geeft verder niets prijs, er vliegt niets, er schemert niets, er zijn zelfs geen wolken die dit geluid kunnen meenemen. Ergens uit dat effen vlak komt het tevoorschijn en we kunnen er niet onderuit. Een vals orgeltoon stopt op het hoogtepunt van zijn volume, daarna is het weer zo stil als het was. De een denkt dat het magnetische golven zijn. Nadja suggereert dat het wellicht de tijd is. Hun gelovige buurman Igor hoort er een bijbels bazuin van groot geluid in, oftewel de stem van God. Via een herinnering vertelt Nadja hoe ze vroeger al geluiden hoorde en dat haar vader dat de foon noemde, oftewel het geluid van de verbeelding, als een trein op de rails. En raadselachtig genoeg vertelt Nadja haar verhaal tegen een treinmachinist. Gaandeweg ontdek je traumatische gebeurtenissen uit het verleden. Zo'n 30 jaar geleden vestigden Nadja en Lev zich in de bossen, kregen ze 2 kinderen en bouwden ze een zoologisch station, het laboratorium van onafhankelijkheid, waar jongeren hun vakantie konden doorbrengen om wat te leren over de natuur. In sprookjes is er natuurlijk ook altijd sprake van een gevaar, zoals een wolf of een heks. En in dit boek zijn het 2 beren die het zweten op het idee brengt om een berenverblijf te beginnen en de Nederlandse Esther, een inspecteur die op bezoek komt. De Moor schreef met Fona nogal suggestief boek, waarin langzaam duidelijk wordt dat Nadja net als Lev de weg een beetje kwijt is. En je hebt dus te maken met een onbetrouwbare verteller die je vertelt over haar drugsverslaafde dochter, over haar overleden vriendin en over de doodgebloede liefde voor Lev. En de mensen om haar heen beschrijven haar als iemand die sprookjes verzint.
Niemand wil mijn sprookjes lezen, want het zijn verschrikkelijke sprookjes. En zo is dit duistere sprookje een psychologische roman over een getraumatiseerde vrouw die leeft in haar verbeelding als een soort literaire omarming van het onverklaarbare. Monomane eenlingen, soms met megalomane ideeën, zijn dankbare personages voor verhalen. Denk aan Frank Laarmans uit Kaas van Willem Elschot, aan Walter Fedder uit Publieke Werken van Thomas Rozenboom, of aan de theatermakers Kees en Hein uit Teatro Olimpico van Kees het Hart. Personages die gedoemd zijn te mislukken. Ook zo'n personage lijkt Ron van Dijk te zijn uit De man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde van Erik-Jan Harmens. Ron die als kind al themaavonden organiseerde en zichzelf altijd als ceremoniemeester naar voren schuift bij vrienden, had graag professioneel organisator geworden. Maar omdat zijn vrouw twee kinderen wilde, moest hij die droom laten varen. Tot het moment waar dit boek mee begint. Een Aziat staat in zijn achtertuin en vraagt hem om de Olympische Spelen in Nederland en België te organiseren. Voor Ron is dit een droom die uitkomt. Natuurlijk, hij wist het. Je kunt de Olympische Spelen niet in je eentje organiseren. Je hebt een paar duizend man personeel nodig en tienduizenden vrijwilligers en een PA. En die mensen, die kun je niet allemaal de hele dag in de gaten houden. Je merkt een hele opzet dat je hier te maken hebt met een absurd boek met een humoristische inslag. Zo stelt Ron zijn schoonzus Angelique aan als assistente alleen maar omdat hij seks met haar wil hebben. En zij is vervolgens alleen maar bezig om afbakbroodjes te bestellen voor de deelnemers. Er is een Keniaan Mwambo aangesteld die de hardloopbaan moet testen. En Ron twittert noodgedwongen nutteloze tweets de wereld in. En constant predikt hij dat het om het momentum gaat. Maar wat dat precies is, dat wordt niet duidelijk. En zoals het een Olympische Spelen betaamt, loopt het hele project enorme vertraging op. En als de voorzitter van het IOC verhaal komt halen, werkt Ron zich pas echt in de nesten. Natuurlijk worden de Olympische Spelen niet afgelast. Waarom zouden Van Dijk en Angelique anders tienduizenden kilo's bulkboten bestellen, onderverdeeld in verpakkingen van elk 25 kilogram, bereid in lijn met Joodse en Islamitische spijswetten? In België lijkt helemaal niks te gebeuren, er is ruzie met de vakbond en de hele Paralympics worden vergeten. Ron van Dijk verliest zich uiteindelijk in details en managementtaal. We zullen onze gezonde solvabiliteitsratio terstond aanwenden bij het herfinancieren van direct opeisbare schulden die eenmaal geconfronteerd wordt achtergestelde leningen onze liquiditeitsratio tot aanvaardbare en werkbare proporties zullen terugbrengen. Ron van Dijk verliest zichzelf en zijn project in zijn megalomane ambitie en zijn idee dat hij een echte organisator is. Oh ja, en hij heeft ook nog een probleempje met drank.